Welke duurzame innovaties zijn nodig? Kunnen we goed gebruiken de komende tijd? Niet alleen technisch, maar ook sociaal. En hoe kunnen we deze duurzame goede ideeën, deze innovaties, een boost geven met een geldbedrag, maar vooral ook met netwerk en exposure? Daar gaan we het over hebben, en daar ga je achter komen in deze aflevering. Ja, de gastheren, uh, gastheer en gastdame deze episode, dat ben jij, Cindy Bommelijn. En ik, Thijs Lindhout. Leuk ja. dat je er voor de tweede keer Ja, de tweede keer. Bij bent. Ja. Uh, super tof. Dank je. We gaan het ook. hebben over uh, iets heel moois, tofs, wat, uh, wat uh, zojuist is gelanceerd. Uh, tegenover ons zitten Yvette Watson en Joos Okkels. Uh, voordat ik jullie uitgebreider ga aankondigen, heb ik een, een toffe weetje uh, weer gevonden. Nou, meestal is het een gidszwart weetje, wat jij net terecht zei, maar het is dit keer een positief weetje uh, geworden. Want de World Solar Challenge <laughs> heeft uh, dit jaar 43 teams uit 23 landen. Als dus je denkt, nou wat is dat de World Solar Challenge? Nou dat is een race van 3000 kilometer dwars door de Outback van Australië. En dit artikel zegt, nou, befaamde universiteiten vanuit Amerika, Australië, Zweden en Japan racen tegen elkaar. Maar goed, befaamde universiteiten, ook gewoon Delft doet eraan mee. Laten we dat niet vergeten. Uh, met dus een high-tech zonneauto. En uh, de directeur van deze challenge, Chris Selwood, die uh, in zijn opening speech noemde die een, uh, een quote van Wilbur Ockels. En uh, hij zei, Wilbur Ockels described the race as the complexity of a space mission. En uh, Wubbel heeft natuurlijk een uh, grote rol gespeeld... bij het Nederlandse uh, team. Uh, Brunel Solar Team. En die in 2013 ook nog eens uh, hebben gewonnen. Ja. Uh, nou, dit jaar gaat the Delft voor de achtste wereldtitel... met de, de Nuna 12. Nou, waarom dit artikel? Dit gaat natuurlijk over innovatie. Wubbel zegt zelf al, dit is de complexity van Space Mission. En dit gaat dan echt om iets technisch, om solar... Uh, nou ja, uh, een een solar-zonneauto te bouwen. En met die innovaties kunnen we natuurlijk heel veel ook. Uh, 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 ja, als het gaat om de duurzame transitie. Ja. Hoe belangrijk is, uh, is innovatie. als het gaat om de duurzame transitie? Het is wel heel grappig dat je dat dus noemt van die nu naar. Uh, van die zonneautoraces. Want daar is Weber in 2001 mee begonnen. als teamleider. En hij heeft studenten in die tijd. Uitgedaagd, want ze kwamen bij je met het idee: we willen graag meedoen met zo'n race, het lijkt ons leuk en we kunnen wel een, een auto op zonne-energie bouwen, maar we willen jou graag als adviseur, omdat we dan, zeg maar, waarschijnlijk wat, wat aandacht krijgen enzovoort enzovoort. En toen heeft Wubbel gezegd: ik doe alleen mee als je wint. Dus jullie gaan eerst uitzoeken op welke manier. Wat je nodig hebt. opdat de kans op winnen heel groot wordt. En door die uitdaging, door er een wedstrijd van te maken. kwamen ze terug met acht factoren. waarop ze dan zouden kunnen winnen. Waarop ze. Uh, die race binnen zouden halen. En dat was voor Wubbel. een, een, een aanleiding om dan te zeggen. Oké, okay, dan gaan we die factoren zo goed mogelijk invullen. Maar het, ja, het is dus die wedstrijd uh, karakter maken... die je ook dwingt na te denken, wat moet ik doen? Want Ja, Cindy, ga, ga je gang. Nou, wauw. Dus op deze manier heeft Wubbo het eigenlijk voor elkaar gekregen... dat het team het beste uit zichzelf naar boven gehaald ja. heeft. En ja. dus ook het, het meest ja. uit de zonneauto gehaald ja. heeft. Ja. En ik, ik was ook wel gelijk heel erg nieuwsgierig naar waar de passie bij Wubbo... als het gaat om duurzaamheid en innovatie vandaan kwam. Dat, dat weet u als geen nou, ander waarschijnlijk. Ja, van huis uit was Webbo eigenlijk wel een uitvinder of een creator. Ik bedoel, hij was. Hij was echt ook iemand die die natuurkunde omarmde. Ook omdat hij uh, dyslecticus was. Hij kon, heeft volgens mij in zijn leven maar één roman gelezen. Maar het gaat er gewoon om dat het een kracht was die hij had. En die die zeg maar. Um, uh, kon combineren, zeker naar zijn ruimtereis, met innovatie. Omdat die ruimtereis was voor hem een soort ommekeer in de zin van, van hoe kijk je naar de aarde? Dat is een perspectiefwisseling voor hem geweest. En hij zei ook altijd tegen mensen: ja, als je op de aarde leeft en je kijkt naar boven, dan denk je die lucht gaat voor altijd maar door. Hè? Dus heel vertrouwd is het toch elke dag, die lucht? Hij zei, totdat je van die andere kant kijkt en dan ontdekt, dat is kwetsbaar, dat is niks. Daar spelen we poker mee als we daar allerlei troepen in gooien. Dus toen hij die ruimtereis had gehad en toen hij in contact kwam met veel jonge mensen, plus die creativiteit, gaf hem dat heel veel mogelijkheden om al door zeg maar, ook die doelstelling te Formuleren van het gaat om die aarde. Mensen hebben niet door hoe dat huis van hun. Want ik bedoel, we zijn zo afhankelijk van het leven op deze planeet. En dan zei hij ook: Ik heb nergens een andere gezien. Dus daar moet je voor zorgen. Dus dat was zeg maar de noodzaak, de urgentie. En in contact met toekomst, met jonge mensen, gaf hem dat gelegenheid om dat wat hij goed kon. Zeg maar, uit te dragen en projecten te ontwikkelen en door te gaan met innovatie. Ja. En um, Yvette, als jij ja. kijkt naar jou, jouw succes, en we gaan jullie zo dadelijk uh, nou ja, uh, wat uitgebreider aankondigen, maar uh, ik hoor hier echt in dat Webbo een winnaarsmentaliteit uh, had. Dus hele mooie, uh, hoogkwaliteit vraag: van oké, okay, we gaan niet meedoen, we gaan winnen. Hoe gaan we ja, winnen? Nou, dat gaan we op gaan acht winnen? manieren doen. Ja. Zie je dat ook wel als, als succesfactor in de, in de bedrijven en initiatieven die jij succesvol hebt gemaakt? Een winnaarsmentaliteit? Ja, ik vind het wel echt prachtig. Uh, de factor die je benoemt dat je niet alleen een goed idee maakt nog niet een succesvolle innovatie. Pas echt als je echt nadenkt over. Uh, wat, is nou, wat gaat het succesfactor zijn om het te laten slagen? Dus wat heb ik nodig om dit echt realiteit te maken? Ik denk dat dat uh, het, het verschil is tussen een idee en een echte innovatie. En ja. je mag echt starten bij een goed idee... maar daarin moet je wel al nagedacht hebben... over hoe breng ik dit naar de realiteit? Hoe schaal ik het op? Weet je, een pilot is nog niet een innovatie die opgeschaald is. Dus hoe denk je ook verder dan die paden? Ja, dat vind ik prachtig om te horen. Ja. Echt een heel mooi voorbeeld. Ja. 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 Jij bent onwijs geïnspireerd nu al, in elk geval. Ja, absoluut. Ja, ja. <laughs> Herken je dat bij jezelf? Dat, dat, dat uh, een winnaarsmentaliteit essentieel is voor succes? Ja, absoluut. Ik denk dat je wat je nodig hebt in, in het ondernemerschap. is dat je enerzijds en zeker in het duurzame ondernemerschap. enerzijds een, een purpose. Dus je, je doet iets om maatschappelijk iets terug te geven. Om iets te creëren wat beter is. en, en niet onttrekt aan de aarde, aan de maatschappij. Dus dat, dat is één. Maar het tweede is dat je. Uh, je, je, je werkt knalhard, want je doet iets nieuws. Vaak is dat voor de troepen uit. Uh, kijken mensen er een beetje gek naar? Uh, moet je het veel uitleggen? Begrijpen mensen het misschien niet gelijk? Zeker met ons Game of Leerplatform uh, hebben we daar veel mee te maken. En heb je dus, uh, uh, ben je van tevoren heel veel bezig met hoe maak ik dit succesvol? Hoe, weet je wel, hoe, ja, wat zijn die factoren dat maakt dat het wint? En niet dat het een prachtig idee was en uiteindelijk. Ja, Verwaterd en nergens. Ja, valt. ik vind het zo'n goed idee. Yvette Watson, zijnde, maar wat maakt dat dit idee ook echt succesvol kan zijn? Dat is wel relevant. Anders dan uh, steken die heel veel tijd in en is het heel leuk voor jezelf. en high five met jezelf. Maar, ja, maar ik ja, denk ja, dat stiekem dit... te weinig mensen daarover nadenken Ja. in de ja. manifestatie waar ze mee bezig zijn. Ja. Nou, als je het hebt over jouw successen, want dan pak ik hem even door. Je, mensen kennen jou van, uit mijn hoofd, aflevering 5, 6 ongeveer, denk ik, van deze podcast. Ja, wat een leuke aflevering uh, was dat. Ja, het was toch. Ja, ja, ja. Dus check die ook zeker, als je het hoort of ziet. Uh, nou, jij bent CEO van de To Be Collective en de co-founder van de V-Factory. Uh, en check vooral uh, na de aflevering die we met jou uh, hebben uh, gemaakt. En naast jou zit uh, Joost Okkels, uh, vrouw van Wubbel Okkels. Um, uh, je bent ook, en ik, ik mag je zeggen, we mogen te vieren voor het te luisteren, ik denk, ja. wat is die Thijs en ASO, dat <laughs> hebben we afgesproken. Uh, uh, medeoprichter van de Happy Energy Foundation, uh, je bent onder andere ambassadeur van de Groene Grachten, de Nuan Solar Team, en nog veel meer andere dingen. En we gaan het hebben over de Wubel Okkos Innovatieprijs. Waar jullie samen oprichter van zijn, kan ik dat zo stellen? Of hoe? Uh... No. Nee, jullie zitten in jury. Oh, jullie oh, ja, zijn ja, geen jurylid. Uh, nee. nee, absoluut niet. Oké, jullie zijn jurylid. Nee. Nee. Ja. 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 ja, we zijn uh, een, uh, een vijfkoppige jury. Ja. De initiator is de Groene Gachten. Ja, precies. Oké, okay. ja. Ja, dat was dus, me even niet helder. Ja. Ja, ja. En jullie zijn, uh, zitten hier als ambassadeurs en juryleden van die prijs. Uh, maar we beginnen met een hele uh, strenge, goede, nee geen strenge, gewoon een hele goede, leuke vraag van de vorige gast. <tuneet> Vorige week zat hier namelijk Bart Nollen uh, op jullie stoel. Nou, Bart Nollen. Wel bekend. Die ken jij, Yvette. Want <laughs> dat het was een paar weken geleden nog met hem op het podium. Ja, ja uh, die was een van de, van de afsluitende sprekers uh, op het uh, Purpose Day event... wat jij en elkaar mocht praten. Zijn vraag is eigenlijk uh, heel persoonlijk en gericht op jou, uh, Joost. Want hij was heel nieuwsgierig, als je dat nog weet. Wat, wat was het eerste dat Wubbo zei uh, nadat hij, uh, toen hij terugkwam van zijn ruimtereis? Nadat hij de aarde vanaf de ruimte had gezien? Goeie vraag. Dat herinner ik me niet meer. Het was zo... <laughs> ja, hij omhelst ja, de ja, Jood. Ja, dat, klinkt, grote zoen. dat klinkt niet erg uh, exciting. Hij was zo vreselijk moe. <laughs> en Wubbel was... Ja, hij... Voor hemzelf was de landing heel... Het uh, ja, is helemaal buiten dit geheel om. Maar de landing was zo enorm indrukwekkend voor hem dat ik hem nauwelijks kon bereiken. En achteraf heeft hij me dat wel uitgelegd, want Bubble is natuurkundige en, eh, en een week zonder zwaartekracht gaf hem enorm veel ideeën en, en mogelijkheden om te ervaren van hoe is het leven in zo'n volkomen andere wereld die je op aarde nooit zal meemaken, gewichtloos. En wat hem als natuurkundige zo enorm heeft beïndrukt, was... Wat een lelijk woord, maar goed. Was het feit dat toen die landde, met de shuttle, ineens de zwaartekracht ervaarde. Niet als een kracht, maar als een versnelling. Nou ja, voor een natuurkundige is dat een omdraaiing. Dus... Hij had het idee toen hij opstond, alsof hij met een lift, met een snelheid van. Uh, van uh, met een lichtsnelheid omhoog ging. Het was ja. volkomen dus voor hem een, een, een lichamelijke ervaring. En hij heeft daar later, dat heeft hem zijn hele leven achtervolgd, heeft hij daar gekoppeld aan. Uh, maar dat is een andere podcast over het begrip tijd. En hij koppelde dat aan zwaartekracht en aan deze aarde. En ook wel aan het idee dat wij mensen zo aards zijn. En wij zijn geëvolueerd op deze plek. Dit is ons huis. Daar moeten we het mee doen. Dus het was een, een, een lichamelijke, heftige, emotionele ervaring. En dan. Is iemand niet gelijk zo van, oh, dag, Josie. ben. <laughs> Snap je? Dat is... Voor hem als natuurkundige was het ja. bijna disruptief. Zeg maar het de... was disruptief, ja. Het was een heftige ervaring. Ja. En in hij het... worstelde daarmee. En levensveranderend op meerdere onderdelen, maar hoor je ook zeggen, ook in het besef van tijd, dat hij dat dus altijd op een andere manier beleefd ja. heeft ja. na de ruimtereis. Ja. Je kan dus een, op YouTube een filmpje vinden van Webbo, Tijd en Zwarte Kracht. Het was het meest ja, indrukwekkende voor hem zelf om dat zeg maar, weer te geven. Ik ga dat filmpje bekijken. Goed zo. Mm -hmm. En uh, de Wubbel okkos Innovatieprijs. Want hij had Wubbel al veel met het thema. Duurzaamheid en in die zin ook de toekomst voor zijn ruimtereis. Of is dat mede door zijn ruimtereis in een versnelling gekomen? Dat is door zijn ruimtereis heel erg in een versnelling gekomen. Dat is wat ik zo net zei. Dat is toch die, die ervaring van hoe wij aan, aan dit huis, aan deze planeet gebonden zijn. En hoe alleen we in dat universum rondzweven en hoe dood de ruimte is. Ik bedoel. Het is een doodservaring in die zin dat je weet van: het kleinste wat ik fout doe, heeft desastreuze gevolgen. Dus dat idee van aarde zorgen ervoor, kennis van de aarde, in de zin dat, dat al het leven op aarde eigenlijk circulair is, dat niks weggegooid wordt, dat alles ook weer voedsel is voor de volgende eh, cyclus, dat dat zeg maar. Uh, zo laat zien dat we af moeten van dat idee van groei en maakbaarheid. Ik bedoel, no way, lukt ons niet. Dus we moeten, zeg maar, middelen vinden om dat wat de aarde ons leert, om daar kennis van te nemen. Dus dat wat er is, daar moet je, uh, daar moet je de oplossing of nemen, daar moet je de richting in zoeken. En um, daar zijn innovaties voor nodig, want we hadden in de voorbespreking een hete discussie over. Ja, moet dan de gevestigde orde en de grote bedrijven, en corporates, uh, moeten die veranderen? Nou, hopelijk doen ze dat ook. En volgens mij geloof jij Joost er persoonlijk meer in dat er vooral nieuwe initiatieven uh, moeten komen. Nou, Er moet geluid nieuw denken worden. komen. Er moet nieuw denken komen. Ik bedoel, ik kan het voorbeeld geven van bijvoorbeeld een innovatie als wat hij aangewerkt heeft jongstaf aan vliegers, dan zei hij van kijk, er is energie, maar er is verdomd veel energie in de wind. En in die bovenste luchtlagen zit heel veel wind, zeker in Nederland met die stroom, die, die uh, luchtstroom. Dus het is een, een innovatie, het is een noodzaak om oplossingen te bedenken om die energie te kunnen gebruiken. Hoe? krijg ik dat voor elkaar, dat dat wat er is... dat ik dat op een duurzame manier, manier kan gebruiken. Zonder dat ik zeg maar, het eerst uit de grond moet halen op een vreselijke manier... en dan vervuilen en dan de rotzooi achterlaten. Die wind moet ik dus duurzaam naar beneden halen. En hij is toen heel erg gaan werken aan... kan dat ook met vliegers? Kan ik die wind boven pakken om dat naar aarde te brengen? Nou... Daar is uiteindelijk een, een aantal studenten zijn daarop doorgegaan. Want dit is een heel ja, leuk, mooi idee. Maar je moet het maar uitwerken. Nou, daar zit voor mij de innovatie. Maar de gedachte van ik ga aan de gang met iets wat de aarde ons mij kan leren te gebruiken, die zit daarvoor. Ja, mooi. Ook mooi hoe je vanaf de ruimte ziet. Kan ik kan me heel goed voorstellen, ik weet het niet, ik ben er niet geweest, maar dat, dat je beseft je alles is circulair. We kunnen ook op een afvalhoop gooien, maar alles blijft daar binnen dat bolletje. Wordt eigenlijk heel erg common sense dan om, ja. om circulair te gaan ja. denken. Dan komen we toch gewoon terug bij grenzen aan de groei. Ja, ja. Yvette, zou je wat kunnen vertellen over de Wubbelokkels Innovatieprijs? Ja, natuurlijk. Ja, dat is ontzettend uh, gaaf. Uh, ja, misschien wel te beginnen bij uh, dat uh, Stichting De Groene Grachten. eigenlijk de hele, het hele fundament heeft neergelegd voor deze prijs. Ja. ja. Um, Suze Gehem van het bedrijf De Groene Grachten. Die heeft samen met uh, Wilbo Okkols uh, de groene grachten opgericht. Met het idee, als we zelfs een grachtenpand kunnen verduurzamen, dan kunnen we toch de volledige gebouwde omgeving verduurzamen. Dus echt met weer die uitdaging: hoe maken we ook dat allermoeilijkste succesvol maakt. Dat je daarmee eigenlijk de transitie voor de hele gebouwde omgeving mogelijk maakt. Ik denk dat daar ook weer ja. dat die succesgedachte uit voortkomt. En uh, met het succes van dat bedrijf. Uh, ja, heeft de Groene Grachten nu eigenlijk gesteld dat een deel van dat succes in een jaarlijkse terugkerende prijs gevat gaat worden. En niet een kleintje, kan ik jullie vertellen. Om jongeren, maar eigenlijk ook ouderen iedereen iedereen met, met goede ideeën, met innovatiekracht, die de principes, de intelligentie van de natuur gaat gebruiken om dat in te zetten voor duurzame innovatie. Ja. Daar, daar komt het ja uit. Ja, Helemaal komt Jullie willen mensen, initiatieven, jong, oud, uh, ja. maakt niet uit. Ja. Die met een innovatie bezig zijn. Waarbij je, nou ja, de, hoe zei je dat heel mooi? De natuur gebruikt. Je zei iets heel moois. Ja, de intelligentie van de natuur gebruiken. Ja. In plaats ja. van die te verspillen, hè, dames en heren. Ja. Dat is waar we naartoe ja. moeten natuurlijk. En die prijs willen jullie een boost geven. En, ja. en die, die, boost. die hebben we echt net opgezet. Ja, uh, ja met, een, uh, met een vakkundige jury van, ik zal ze even noemen, want dat is leuk. <laughs> ja, wie is uh, de jury? jury. Ockels. <laughs> Maurits Groen, de duurzame ondernemer met vele gezichten. Uh, Suze GM, natuurlijk van de Groene Grachten zelf. En Andy van het Dobbelsteen, uh, professor aan het de TU Delft, uh, verduurzaming van de gebouwde omgeving. En Harm Edens, presentator, op BNR, nou, die kent hem niet. Ja. Um, en Yvette Watson. Ja, ja, ik mag er ook aan deelnemen. Ja. Heel heel leuk. En uh, wat we willen doen, is dus duurzame innovatie stimuleren. En dan denk je al snel aan technische innovatie, iets waar ja. Bubbo natuurlijk ook zelf ook voor stond. Uh, wat ik nog leuk vind om te noemen, trouwens, ja. jij begon over de solarwedstrijd met die auto's. Maar je hebt dus een veel minder bekendere wedstrijd. Maar Fenomenaal. En dat is de Solar Decathlon. En daar zijn universiteiten over de hele wereld strijden tegen elkaar om een uh, gebouwde omgeving, vraagstuk op te lossen en dat volledig helemaal duurzaam te maken. En de TU Delft heeft daar oh. afgelopen of twee, anderhalf jaar geleden, mocht ik daar zijn, was in Boepertaal... Uh, heeft is daar met een oplossing gekomen om dat standaard rijtjeswoning, ja, een beetje achterstand wijk in Den Haag. Om daar zowel dat volledig te verduurzamen. Dus hoe krijg je dat nou nul op de meter energiepositief helemaal circulair maar ook de maatschappelijke problemen die daar spelen namelijk dat. Families groeien, maar niet, uit die, uh, niet in die wijk kunnen blijven, omdat daar maar één maat uh, beschikbaar is in woning, zeg maar. Mm -hmm. Om ook dat maatschappelijk probleem op te lossen. En dat is ook wel hoe wij naar innovatie kijken. Dat je niet, je kan niet alleen ja. maar denken aan energietransitie. Dat gaat samen met de materiële transitie. Want laten we wel wezen: we krijgen die hele energietransitie niet opgelost zonder materiële transitie. Maar ook, daar, ook daarin. En daar zou ik heel graag de meer sociale wetenschappen, economische wetenschappen op uit willen dagen. Welke sociale innovaties hebben wij nou nodig om deze transities met elkaar te bereiken? Dus ja, hoe kunnen we die echte systeemverandering creëren? Ja. Dat is niet alleen maar technisch op te lossen. Dus mensen die nu luisteren of kijken en die denken, ja, ik, ik heb niet de volgende oplossing voor het waterstofprobleem bedacht. Maar ik heb wel een idee wat, wat misschien wat, wat socialere impact heeft. Ja. Dat, die kunnen zich ook hoe aanmelden. Hoe kunnen we vanuit burgerparticipatie systemen gaan creëren. die ook bezig zijn met die energietransitie? Of hoe kunnen we vanuit nou een prachtig voorbeeld, vind ik bijvoorbeeld het initiatief Building Balance. En dat maakt dat twee hele verschillende sectoren bij elkaar komen. Namelijk dat we veeteelt, boeren. Uh, proberen om te vormen met elkaar uh, tot uh, uh, gewassen uh, waar gebouwen gemaakt van kunnen worden. Dus ja, er zijn ook boeren die prachtige banners hebben op hun, op hun landerijen. Met hier, uh, hier groeien uw huizen. Weet je ja. <laughs> Dus hoe kunnen we nou de verschillende transities en de uitdagingen aan ja. elkaar koppelen? Ja, ja. Nou, daar hebben we ook al die socialere. Um, opleidingen voor nodig om hierover mee te denken. Ja. Dus laten we ons niet blind staren op alleen maar de technische innovaties. Super belangrijk, dat wil ik ook niet uh, onder Solop's banken steken. Maar laten we ook kijken naar welke sociale innovaties zijn er nodig om, om die transities te bereiken. En, en waarom denken jullie dat het zo belangrijk is om innovaties op deze gebieden, om die een podium te geven? Om die een extra boost te geven? Nou ja, wat jij uh, al aangeeft, is het feit van. Dat je niet alleen naar de techniek moet kijken, maar ons denken over onze verhouding tot de natuur, maar ook ons denken onderling als, als gemeenschap of als, als groep, is heel erg belangrijk. Ik had het over die, die zonne race. Daar is een van de winning factors, zoals ze dat dan noemen, is team. Hoe, hoe moet je team eruit zien om een race te winnen? Maar er is ook een factor in de zin van dat je, dat je ook een winning moet, je moet ook denken in, in wedstrijd. Je moet ook het onderscheid kunnen maken dat als je bezig bent om iets uit te rekenen, je op een andere manier bezig bent dan als je een tactiek moet uitdenken om zeg maar uh, uh, een voorsprong te nemen. Weet je, dus het zijn ook de andere factoren die belangrijk zijn. En dat kwam ook heel duidelijk naar voren in die stichting van Happy Energy is dat het gaat bij duurzame ontwikkeling ook dat je het graag wil en dat het, dat het zeg maar je een goed gevoel geeft als je in overeenstemming leeft met je omgeving met de aarde zoals we dat zei. Als je hem niet vervuilt. als je hem niet de grondstoffen eruit haalt. en niks teruggeeft. dan geeft je dat een goed gevoel. Probeer het maar. Hè. Dan zei hij. ga maar eens wat minder vlees eten. Je moet ontdekken dat je dat, nou, dat je er best goed bij voelt. He, dus dat je er ook lol in kan dat hebben. Dat je er lol in kan hebben. Dus dat is een heel belangrijke factor, vind ik, in innovatie. En ik hoop dat dat in die prijs ook zeg maar, meegenomen wordt. Snap je dat het niet alleen maar is van. Uh, van 1 plus 1 is 2 en uh, nou, dan hebben we het opgelost. No way. Ja. Ja, en mag ik nog iets toevoegen? Tuurlijk, Yvette. Ik denk dat duurzame innovaties op drie manieren verder gaan... dan normale innovaties. Eén is natuurlijk dat fundament, dat is purpose gedreven. We willen iets toevoegen, maatschappelijke waarde toevoegen... Um, maar het tweede is denk ik dat het eigenlijk nog, nog disruptiever is dan gewone innovatie. Omdat het echt naar andere soorten businessmodellen ja. gaat. Zeg maar, de, zeg maar economisch gezien ook echt een ander perspectief geeft. Omdat mm -hmm. we snappen dat we binnen die grenzen van, van, van groei moeten gaan, gaan uh, opereren. En het derde... En denk ongelooflijk belangrijk, en het verwijst eigenlijk ook naar de SDG die we hier achter ons hebben gezet: is dat het fundamenteel meer coöperatief is. Dus we gaan snappen dat we maar één schakel zijn in een systeem. En daarmee met elkaar gaan herontwerpen hoe dus die innovatie in elkaar moet zitten. Omdat je anders. Ja, ergens een waterbend effect krijgen. Dus dan kan je hier een probleem oplossen. En vervolgens popt er ergens anders een probleem weer op. Dus uh, veel meer multidisciplinair, grensoverschrijdend, sectoroverschrijdend. ik denk dat dat heel tekenend is ook voor, voor duurzame innovaties. Dat ja, is misschien een mooie brug naar de, de criteria van, van de, de Wimbo-Okkers Innovatieprijs. Ja. En, uh, en daarna gaan we het ook nog hebben over waarom wil je winnen. Want wat, wat, wat levert dat dan op? En daar hebben we volgens mij ook een hele mooie anekdote bij. Sowieso een betere wereld levert het op. <laughs> <Ja>. <laughs> Doe mee. Happy <laughs> end geen Reden om niet mee te doen, maar de, ik zal de eerste aftrappen, vul hem aan als je wil. Uh, 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 maar de, dat is de visie, oftewel de I have a dream. Wat is wat is je why, wat is je droom? Uh, dat is het eerste criterium. Ja, uh, wat zijn de andere vier? Ja, nou, dat is wel echt ook fundamenteel. Hè? welk probleem los je op, welke toegevoegde waarde daar, daar begint het allemaal mee? Of in ieder geval, zo herken ik dat ook in mijn ondernemerschap. Het is die ongelofelijke wil om. Om met elkaar dat probleem op te lossen wat jij ziet. En dat kan ja. op maatschappelijk vlak zijn, dat kan op ecologisch vlak zijn, op alle vlakken natuurlijk. Eigenlijk stap nul zeg maar. Van je bent begonnen met een goed idee en een oplossing, maar dat was een oplossing voor een probleem. Wat ja, is dat probleem wel. en wat is die visie, droom die jij erbij hebt? Precies, ja. en dat besef ook echt naar boven halen. Waar, waarom doe ik dit nou eigenlijk? De, de why? Ik denk dat dat belangrijk is. Ja. Ook in de verdere daadkracht en drijfveren die je in alle. Hobbels die je te gaan hebt, uh, ja. daarmee gaat overwinnen. Ja, het volgende is, ja, is natuurlijk gewoon het idee. Wat is het idee? Wat is de innovatie? Um, hoe innovatief is het ook in de, in de geest van Bubbo. Um, het derde is uh, de impact die je ermee maakt. Dus uh, welke, welke effectiviteit heeft het? Hoe groot uh, kan die impact zijn, de invloed En dan die kijk je dan uh, impact naar uh, zowel mens als uh, natuur? Ja. Absoluut, ja, die hebben we ook allemaal beschreven. We hebben ook een website die, die net gelanceerd is: de Hubble Innovatieprijs.nl yes. uh, zonder de dus Ookkos Innovatieprijs.nl. Yes, ja, absoluut. En daar staat dit ook nog helemaal uitgewerkt. Ik denk dat dat fijn ja. is voor de inzenders om te weten en een netjes inschrijfformulier. Ja. Uh, we hebben het ook niet te ingewikkeld gemaakt hoe je je kan inschrijven uh, met maximale aantal woorden, maar wel echt een set die we graag beantwoord te willen hebben. En daar, daar worden deze beoordelingscriteria, die zitten daar allemaal ingevat. Ja. Dus nummer vier is implementatie. Dus hoe realistisch en uitvoerbaar is het? En dat hangt eigenlijk heel erg samen met Joos haar uh, verhaal ook over wat maakt dit nou succesvol? Wat zijn nou die succesfactors? Ja. Um, nou, dat, dat hangt hiermee dus samen. Dus je kunt een hele mooie visie hebben, een supergoed idee. De, de potentiële impact is gigantisch, maar joh, is het ook te implementeren? Is het ook realistisch? Dat ja, is dan en heb je nagedacht over wat die succesfactoren dan zijn? Over? Ja. 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 ja, dus eigenlijk hoe, hoe gaan we winnen? Ja, dat is exact. eigenlijk de vraag. Hoe gaan we winnen? Hoe gaan we winnen? Ja, ja mooi. En we gaan je zo vertellen waarom je wil winnen. <laughs> ja. En als laatste, en niet onbelangrijk, die wil ik graag noemen, is het stukje inspiratie en uh, de, de katalysator, zoals je dat zelf zo mooi zei, uh, Thijs. Is hoe kunnen we met dit, dit idee, deze innovatie, ook nog weer verder inspireren? Dus zichtbaar zijn. Hoe kun je zelfs misschien wel een educatieve kant meenemen in die innovatie? Om weer mensen ook weer ja, daar zelf ook in te in te laten versnellen, ik, ik heb een ideetje. Echt, nou. die is vier seconden geleden ontstaan. Naast ons zit de projectleider van, kan ik dat nu zeggen? Ja, van Stichting Positieve Impact. Yes. Uh, waarmee jij drie keer per jaar events organiseert. Dus een paar honderd duurzame, gepassioneerde mensen komen bij elkaar om inspiratie uh, te sharen. Hele gaaf. Is het event. niet leuk dat als onderdeel van de prijs dat de winnaar van de Wibbelokkers Innovatieprijs sowieso op ons event op het podium zijn verhaal mag of haar verhaal mag delen? Fantastisch. Fantastisch. Maar dit is dus ook helemaal in de geest. Van... Dat is ook in de geest. Ja, ja, ja. toch? Dus ja. dan heb je sowieso ja. de inspiratie, ja. heb je de impact. Is ja. dat goed, Sandy? Zeker. Leuk. Ja. Gaan we doen. Innovatie hoort ook bij, bij jongeren en hoort bij toekomst. Dat was toch wel. Uh, ja. Onderwijs, toekomst. Daar zit heel veel uh, aan elkaar verbonden. Dat zit heel erg aan elkaar verbonden. Ja, ja op, op ons podium is ook de MVO Manager van het Jaar Award uitgereikt. jaarlijks gebeurt dat. Uh, een van onze drie events per jaar staat in teken ja. daarvan. En de, de MVO Manager van de Radboud Universiteit ja, ja. had vorige ja. keer gewonnen. Omdat ook ja. zeker het publiek had daar massaal op gestemd. Omdat het is natuurlijk, we hadden het in de voorbespreking een beetje over Shell. Ja. Het is natuurlijk mooi dat de Radboud Universiteit zelf heeft natuurlijk een gebouw. En misschien wat, 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 wat transport en wat impact maar vooral hun primaire product proces is tienduizenden intelligente jongens en meisjes jaarlijks opleiden voor, uh, voor de, de, uh, hun beroepsleven. Nou, als je daarin ze wat meer duurzaamheid kan geven, uh, mee kan geven, dan is je impact gigantisch groot. Dus je merkt ook echt dat uh, ja. ook bij die prijs, dat mensen daar heel erg naar keken. van ja. Uh, hoe waardevol is dat dat jij als MVO-manager uh, zeg maar die impact kan, kan Ja, maken. en waarin ook de verhalen gedeeld worden. Waar loop ja. je nou tegenaan als MVO-manager? En waar, wat maakt dat je, dat je dus wel succesvol bent geweest? Want daar kun je onwijs veel van leren natuurlijk. Ja. ja. En maar daar zit je... veel toekomst in. Punt uit. En naast <laughs> dat je dus een keynote mag komen verzorgen... Op, op, op een van de leukste events van Nederland... wat valt er nog meer te winnen? Nou, Joost. Het is niet mals, <laughs> toch? Het is niet mals. <laughs> Ik heb nog aangeboden om degene die, uh, die wint, mag ook met mij nog een, uh, een tochtje of een rondleiding hebben in Space Expo. Waar ik al 30 jaar vrijwilliger werk doe als uh, oh. archief ruimtevaart. Dat is in, in Noordwijk toch? Dat is in Noordwijk, ja, ja Space Expo. Leuk. Dus daar ja, kan ik tof. hem alles vertellen over ruimtevaart en over... over uh, Space shuttles ja. en raketten en verblijf in de. Nou, ruimte. dit, dit is gaat. de prijs. Ja. En dan ja. ja. hebben ja. nog een paar doe, si prijsjes. Ja, ja, ja. En dat is dat je. Enerzijds, je hebt natuurlijk een purpose, want je gaat, je gaat echt aan de slag met een, een gigaprobleem wat jij op gaat lossen, natuurlijk. Maar hoe doe je dat nou ook op een duurzame manier? Dus we hebben een masterclass, duurzaam ondernemen. Van Maurits Suze en ikzelf, die we gaan geven aan eigenlijk iedereen, alle deelnemers aan de prijs. Dus meedoen oh, wow. is al winnen. Meedoen is winnen, dames en heren. En en uh, Andy van de Dommelsteen heeft gezegd dat hij een rondleiding geeft tot de Green Village met alle innovaties die daar uh, zijn tentoongesteld. Um, de drie winnaars komen op 6 november pitchen uh, bij Benner Nieuwsradio. Nou, misschien kunnen we jullie nog wel verleiden om daar zelfs ook een podcast van te maken. Past wel. En um, ja, last but not least, um, we hebben drie keer een geldbedrag van. 10.000 euro beschikbaar Tien. om van dat idee, zoals Suze GM ooit begonnen is met Wilbo Ockels met 3.000 euro, daar nu een prachtig bedrijf van heeft gemaakt. Echt uh, diepe buiging daarvoor. Um, kun je met volgens mij met 10.000 euro en het netwerk wat wij te bieden hebben, uh, met elkaar als hele jury en, en iedereen om ons heen, uh, volgens mij dit, de, de innovatie, het prachtige idee naar de praktijk brengen? Ja, dus meedoen is al winnen die masterclass duurzaam ondernemen. Oh, uh, 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 en uh, uh, echt winnen betekent bij Benen Nieuwsradio. Want het zijn drie winnaars, toch? Ja, drie, drie keer 10.000 10 euro. Dat is heel ja, belangrijk. Gigantisch, hè? Uh, en een stuk netwerk. En dit is denk ik een mooi moment. Als je dat zou willen delen, nogmaals, Joost. Om, om een <laughs> beetje de anekdote te delen. van inderdaad, je noemde het ook al, Yvette. Hoe Suze Geem ooit Wubbo uh, ontmoete. Ja. Uh, en hoe zij met een relatief laag geldbedrag en het netwerk van Wubbo, ja. nou ja, ik zou je dat ja. willen delen, want dat, ja. dan wordt het heel tastbaar, denk ik. Nou, dat was heel grappig, want ik heb al gemeld. Wubbo zag toch altijd overal wel een uitdaging in. En toen met de uh, grachtenpanden dat was in vier, uh, 400 jaar Amsterdam gachten. En dat hield in dat uh, Wubbo dacht van ja, die huizen staan die er over 400 jaar nog. Dat betwijfel ik. Dat kan alleen maar als die huizen, die grachtenpanden... ook verduurzaamd worden. Dus daar kwam het idee vandaan. En toen dacht ik, ik moet iemand hebben die me daarbij gaat helpen. En door toeval kwam die in aanraking met Suze. Zij was net afgestudeerd en zij zocht een baan... En ja, zoals dat bij Wubbel wel vaker ging, dat klikte in een kwartier. En zei van: Oh, nou, dan gaan we dat regelen. En Suze zei: Oh, daar heb ik wel zin in. En toen hebben ze de eerste half jaar hebben ze bij mij in, in de voorkamer gezeten als werkplek. En Suze had van Wubbel wat geld gekregen: 3000 euro. En. De rest zei die van, ik kan je mijn netwerk aanbieden. Dus we gaan overal samen heen en ik introduceer je. En, en, en zo is dat toch aan het, aan het, ja, aan het rollen gegaan. En, en vrij snel was ze in staat om haar eigen salaris te verdienen. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in het verduurzamen van... begin drie grachtenpanden op de Prinsengracht En van daaruit kreeg het echt een boost. Ja, dus het is, het is die, in die eerste keer... Die, die, de enthousiasme, een goed idee en wat geld. De groene grachten is nu gewoon echt een, uh, is echt een ding. Dat kent ja. bij iedereen in het duurzaamheidsland. Ja. Toch? ja, tien jaar. Ja. Kun je nagaan. En dit is een prachtig voorbeeld hoe je ziet... dat een relatief laag uh, uh, beperkt geldbedrag... Ja. en die 10.000 euro is nog een veel groter bedrag... dat natuurlijk een waanzinnig bedrag is voor, voor initiatieven... Gecombineerd met netwerk en exposure. Dat dat uh, succesvol uh, kan zijn. Ja, want ik herinner me heel goed dat we toen heel vaak in contact ook met bijvoorbeeld iemand als Balken En met een innovatieplatformbedrag van miljoenen. En zeg: geef mij alsjeblieft 10% voor de jeugd. En dan kan ik heel veel projecten starten. En dat is toch de toekomst? Nou, dat lukte voor lukte hem niet. En dat heeft hij altijd als heel heftig ervaren: dat zeg maar in, in dat soort grote potten geld er heel weinig ja, echt puur gewoon geld is ja. om jonge mensen een start te geven ja, dat was een voor pot. een bedrijfje. Daar gaat het dan dat, vaak moeilijk. Dat was toen een duurzame innovatiepot van zo'n 10 miljoen geloof ja. ik. En het is dus uiteindelijk opgegaan aan allerlei consultancybureaus... Ja, die ja. behaalbaarheidsonderzoeken ja, ja. hebben gedaan. Maar echt werkelijk ja. geld. Want dat is wat studenten soms nodig hebben. Ja. Die hebben een idee en die willen iets uitvoeren. En dan gaat het waar, waar natuurlijk in de ambtenarij altijd... het omdraait is resultaat. Maar je moet ook kunnen mislukken. Als van al die innovaties maar 10% lukt, dan ben je een enorm entverder. Ja. En bang zijn voor mislukkingen houdt in dat je dus dat geld helemaal niet uitgeeft. En ja, dan wil je weer advies, advies, advies. Maar je moet werkelijk geld durven uitgeven. En niet heel erg uh, boos worden als het soms ook mislukt. Ja. En Yvette, dat component netwerk, hoe, hoe heb je dat soort van tastbaar gemaakt als onderdeel van de prijs? Dat is een hele goede vraag. Daar gaan we gelijk mee beginnen. Oh, ik, ik, sorry, ik, ik dacht dat je daar een heel goed antwoord op had. Nou, we hebben daarover nagedacht, omdat we juist niet alleen maar het succes van de groene grachten, wat Suze zelf ook aangeeft, is eigenlijk niet alleen maar die 3000 euro dat geldbedrag. Maar ook vooral. Uh, toegang krijgen tot een netwerk waar je als, als net afgestudeerde student eigenlijk nog geen toegang tot hebt. Omdat je dan iets nog moet bewijzen. Ja, ja. Je, je, komt dan, je komt niet bij de mensen aan tafel waar je aan tafel moet zitten om de echte verandering te brengen. En dat is wat wij in ieder geval echt willen borgen. Dus daar hebben we onszelf recht in de ogen aangekeken, allemaal, en gezegd: daar gaan we voor staan. We gaan die winnaars gaan we ook echt helpen dit idee naar de praktijk te brengen. Ja, dus je bent echt jurylid plus. Want alle juryleden die hebben ja. gezegd: wij. Ja. We gaan ons netwerk daarvoor inzetten. Waar je ook een jurylid zegt: wij gaan ook tijd en energie steken dat, om jouw ja, idee ja, verder te helpen. Precies, ja. Het is ook tijd, hè? Ja, ja, en dat is misschien exact. wel de echte prijs. Ik denk het wel eigenlijk. Of in ieder geval ja. een groot onderdeel ieder, van de ja, prijs. Ja, ja. Absoluut. Ja. 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 Wanneer is volgens jullie deze Webelokkel innovatieprijs een succes geworden? Ik <laughs> Kijk boos <maar. Deuze> aan. <laughs> dat is. Nou, ik heb nog geen ideeën daarover. Wanneer ben je er tevreden nee. over? Als er aanmeldingen komen. Ja, dat is echt de allerlaatste stap. Uh, op, ja. op. Vanaf mm -hmm. nu kun je je aanmelden tot 1 oktober. Doe het alsjeblieft met elk idee wat je hebt, in welk stadium dan ook. Ja. Jong, oud, uh, een jonge geest is net zo jong als een. Uh, uh, is, is, is ook belangrijk voor innovatie. Uh, meld je aan met je idee. En, ja. en uh, desnoods kunnen we dan al kijken hoe we je al verder kunnen helpen... om dat idee tot een iets grotere volwassenheid ja. te ja. krijgen. Om een echte aanmelding te zijn. Maar schroom niet. Nee. Dus innovatieprijs.nl tot 1 oktober. Schrijf ja. je in. Hou en... dan 3 november alvast vrij. Want dan is de finale. Dan ja. komen de vijf uh, ja, genomineerden vanuit alle inzendingen. Die mogen een pitch houden. En daaruit worden de drie winnaars gehaald. En uh, we hebben daar omheen, uh, dat is dan ochtends en in de middag, wordt een heel duurzaamheidsfestival met uh, ja, van alles. We zijn het helemaal gaaf aan het organiseren. Met okay. happy energy. <laughs> Drie happy energy, dat ja. zeker. <laughs> en jullie kregen net een pittige vraag van Sandy, maar er komen er nog vijf aan. Want oh, dan gaan we nu oe. naar de spannende rubriek. En, en, en de vorige vraag hè, ontweken jullie een beetje, dat kan nu niet. Nu verwachten we vijf super goede antwoorden. Um, de duurzame adviseurs sponsort deze rubriek, super sympathiek van ze. Dus uh, wil je verder met je duurzame beleid of wil je duurzame consultant worden, check duurzameadviseurs.nl Deze zandloper loopt af in plus minus 3 minuten 40. En ja, ik laat het even organisch lopen of jullie in core antwoord geven of omste beurt. Ik uh, ga goed aankijken, Joost. Um, dus uh, vijf vragen, plus minus 3 minuten. Here we go. Hoe maken jullie deze innovatieprijs leuk? Door happy energy uit te stralen. En onze vergaderingen zijn fantastisch. Lekker uit eten met elkaar. Fijne, fijne momenten. Dus je wil er eigenlijk heel graag bij horen, als ik het zo. Uh, ja, hoor. ja, en dat hopen we eigenlijk ook over te brengen. in alle communicatie vanaf nu uit. Want innoveren is ook leuk. leuk. Hè? Dit is met elkaar creëren. Het is, het is niets leukers dan dat. Volgende vraag: Hoe ziet de wereld eruit? Na deze innovatieprijs? Ik hoop een beetje beter, een beetje leuker, een beetje. beetje ge, ja, ja, ja. Ik vind dat te moeilijk. Hoe zal de wereld. Ik, ik hoop gewoon dat het. Dat de volgende dag altijd weer een goede dag is. Ik ben hoe, zou, niet zo... hoe zou de wereld eruit zien als elk goede duurzaam initiatief. het geldbedrag zou winnen. en de exposure zou krijgen. die straks de winnaars bij jullie krijgen? Meer natuurlijk. Ja, en wat ook leuk zou zijn, is als we steeds meer berichtgeving gaan krijgen over nieuwe ontwikkelingen, gewoon in onze media. Er wordt nogal veel bericht over natuurlijk de, de vervelende dingen die we meemaken. En het, het, ik denk dat de innovaties, de duurzame innovaties, de ontwikkelingen. Uh, we zitten misschien wel richting een tipping point. Laat, laat je horen. Laten we daar meer berichtgeving over ja. hebben. En ik hoop dat we dat ook met deze prijs kunnen realiseren. Ja. Wat is jullie grootste uitdaging? Nou, die gaat wel komen, denk ik. Ik hoop dat er misschien wel vijftig gave innovaties naar ons toe worden gezonden. Waarin we een hele grote uitgang gaan krijgen. Hoe wegen we nou deze al waarschijnlijk allemaal goede en op hele andere vlakken innovaties tegen elkaar af? Ik denk dat dat hopeloos ingewikkeld gaat worden. Dat zou wel de mooiste, grootste uitdaging zijn waar je voor kan komen te staan. Toch? Ja. Gaaf. Kan de luisteraar jullie hierbij helpen? Oh, goede vraag. Kan de luisteraar. Aanmelden. Aanmelden, toch? Ja, toch? ja, zeker. Ja, aanmelden, ja. Okay. En ook verspreiden en erover praten met, met mensen waarvan je denkt: van nou, die hebben altijd heel veel ideeën. Uh, nu hebben ze een mogelijkheid om een uh, uitlaatklep daarvoor te krijgen. Ja, dus, dus als je zelf een goed idee hebt, meld je aan. En anders deelt ook vooral in je netwerken. Ja, want je kent, allemaal, je kent allemaal. wel iemand die zeg maar altijd zegt van, oh, ik zal wel weten hoe het moet. Nou, die mensen moeten we hebben. Mm. Laatste vraag. We zitten goed op tijd. Welke con concrete tip hebben jullie voor de luisteraar? Ik heb de vragen overigens niet zelf bedacht, sorry. Yes. <laughs> Disclaimer: ze, ze moet het voorlezen van een briefje. Nou, wat ik eigenlijk elke luisteraar zou willen uitdagen, is: ik kruip eens helemaal naar binnen. En waar vind je dan echt dat er veranderingen moeten komen? En de, daag jezelf dan uit, of met een groep vrienden, pak er een, een biertje bij, een fles wijn bij en een chippy. En ga dan met elkaar discussiëren over wat mogelijke oplossingen daarvoor zijn en wat daarvoor nodig is. Ik denk dat gesprek alleen al voeren, als, als we dit bereiken, daar zou ik al zo blij van worden. Dus daag jezelf uit om te, te weten waar word ik nou heel verdrietig van. Wat zou ik nou echt willen veranderen? En ga met je vrienden in gesprek over wat daar een oplossing voor zou kunnen zijn. Mooi. Nou, ik wil daar nog aan toevoegen. Uh, ik ben wel eens in contact geweest met iemand van de Stichting Clean. Klagen loont echt absoluut niet. <laughs> En dat geeft toch ook aan van dat als je, in, in zijn stichting was het zo, als je één keer per dag de aarde aanraakt, dat je houdt van de aarde en dan even wat rotzooi van die aarde oppakt en in een prullenbak te doen, dan geef je dat een heel goed gevoel. Dus die, die hou van de aarde, blijf een beetje in contact daarmee. Dat zou Gewoon, ik, blijf in maar, contact uh, met... De uitdaging. Blijf in contact met je aard. Dus Geef de aarde een beetje liefde. En wow. kruip naar binnen, zei jij Yvette, van wat is jouw persoonlijke drijfveer? Van waar voel jij op? Dit zou eigenlijk mogen of moeten veranderen. En ga daarmee aan de slag. Ja. Dank jullie wel voor, voor, voor jullie aanwezigheid. Jullie het overbrengen van jullie passie. En uh, um, ja, ik gun, uh, we gunnen jullie prijs ontzettend veel... Uh, Animo, toch? Dank jullie dat wel. fantastisch zijn. Ja. Volgende week uh, zit op jullie stoel Harjo de Feijter, als ik zijn naam goed uitspreek. En, uh, hij is de co-founder van Johnny Cashew. En dat zijn dus super duurzame noten. Welke vraag mogen wij aan hem stellen namens jullie? Ehm. Um. Welke groene zonde in zijn operatie zou hij echt nog beet willen pakken? Wat ja. Hoe doe je dit, Ivette? Dit is echt een supergoeie vraag. Ja. 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 En die weer... mag er zijn, hè? Dus met, met respect naar het verleden moeten we kijken hoe we nog beter kunnen handelen naar de toekomst. Ja, dat is een hele goede vraag. Iets bij aan te vullen, Joost? Of sluit je daar volledig bij aan? Ja, cashewnoten. Ik denk dan altijd van groeien die op elke plek in de wereld en. Uh kun je zeg maar cashewnoten ook in Nederland verbouwen, zodat we dat niet allemaal meer hoeven vervoeren met die vreselijke vieze uh, schepen naar ja, hier toe. Ja, dus, dus dat, hem... je, dat je de noten daar laat groeien waar ze ook gegeten worden. We zullen hem kritisch bevragen over hoe hij de cashewnotenindustrie, wat blijkbaar uh, gebruikelijk best wel vervuilend is, waar dat verduurzaamt. Ja. Als dan ons nog blijkt dat, dat het uit het buitenland moet komen, dan gaan we hem even dan kritisch we, bevragen ja. of het ook ja. hier in Nederland van ja. kan. Ja. Je kan ja. toch een soort telen die je ook hier goed is. Ja. Dank jullie wel. Um... Ja, tot, uh, tot later, want we blijven contact houden over allerlei dingen. En ons event gaat een met rol Absoluut, want jullie spelen. zijn mediapartner ja. van, uh, van het <laughs> hele gebeuren. Ja, Dat hebben zowel, we nog niet benoemd, uh, maar daar zijn we heel dankbaar voor. Zowel dus, ja. de duurzame adviseurs als Stichting Positieve Impact... is mediapartner van de Wubbel Okkels Innovatieprijs. Fantastisch. Exact. Heel fijn. Samen zijn we Goed, nog zoveel sterker. Ja. Gaaf, hè? <laughs> ja. En jij als luisteraar of kijker, onwijs bedankt voor het kijken of luisteren naar deze aflevering. Uh, heb je een vraag, een tip uh, suggesties, feedback, whatever mail ons op welkom at, at we vinden het echt heel erg leuk om de interactie met jou aan te gaan, dus deel het vooral als je iets kwijt wilt hopelijk blijf je luisteren en uh, tot volgende week